Ja, we zijn natuurlijk hartstikke blij. Niet alleen voor die kinderen en voor de ouders, dat ze veilig straks de zomervakantie in kunnen. Maar ook voor al onze zwemonderwijzers, die kinderen natuurlijk ontzettend gemist hebben. Ja, want het heeft echt een half jaar stilgelegen, hè? Nou, als je het allemaal bij elkaar optelt wel. Het was nu natuurlijk vanaf 17 december, dus dat was bijna 3 maanden. Vorig jaar heeft het natuurlijk ook echt wel 3-4 maanden stilgelegen. En nog een keer 2-3 weken in november. Dus al bij al is het wel een half jaar dat de zwemlessen stil hebben gelegen. Hoe is de capaciteit? In totaal hebben wij in Lelystad 5 zwembaden in de koploper. We hebben 100 kinderen ongeveer elk uur op zwemles. Nou ja, reken maar uit hoeveel dat door de week is die nu weer zwemles kunnen volgen. En er zijn natuurlijk ook ouders die hun kinderen op zwemles wilden zetten. Als die bijvoorbeeld 4, 5 of 6 jaar oud zijn. Ja. Is er een wachtlijst? Nou ja, overal is inderdaad nu een wachtlijst. Ouders hebben ook gewacht met inschrijven, hoor, kan ik je vertellen. Want ja, wanneer gaan ze open? Dus er is natuurlijk een wachtlijst. Maar er is bijna meivakantie, zomervakantie. Dus we gaan zeker kijken naar mogelijkheden om extra zwemlessen aan te bieden. En ook in de vakanties. Om ervoor te zorgen dat we die wachtlijst gewoon zo snel mogelijk ook kunnen wegwerken. Dus daar zijn we volop mee bezig. En daar hebben we ook natuurlijk de tijd voor gehad, omdat we dicht waren. En het is nu supergoed nieuws dat we open gaan. Dat we ook die andere punten dus echt kunnen oppakken om die wachtlijst weg te werken. Maar ja, eigenlijk zoveel mogelijk kinderen zwemlessen geven. Al die kids die een half jaar lang bij elkaar niet in het zwembad hebben gezeten, geen les hebben gekregen. Hebben ze nu een achterstand? Is dat weer makkelijk op te pikken? Nou, op zich een achterstand is misschien inderdaad wel een heel groot woord. Wat gewoon wel zo is, bij jonge kinderen, die groeien heel hard. Dus die zijn in een half jaar gewoon 2-3 centimeter gegroeid. Dat heeft allemaal effect in het water. Je hebt een ander drijfvermogen, je zwaartepunt ligt anders. Dus we gaan vooral de eerste week ons ook richten op het plezier. Hoe is het ook alweer in het water? Wat is het toch weer leuk om in het water te zijn? Hoe zit de voortgang erin bij de kinderen? Dus weer even terug naar de basis. Waarom is zwemmen zo leuk? En daarna beginnen we ook weer echt met het leszwemmen. Zodat de kinderen gewoon een beetje weer gewend zijn aan het water. En dan tot slot, het is natuurlijk nog even afwachten hoe de maatregelen precies zullen uitpakken. Maar wat mag volgens jou nu wel en niet? De kinderen mogen wel douchen of toch liever niet? Nee. Wat ik begrepen heb van Mark Rutte is dat het eigenlijk hetzelfde is als dat het al was. Dus ouders moeten buiten wachten. Die mogen niet in het gebouw wachten. De kleedkamers zijn wel open. Nou ja, dat is dus ook hartstikke fijn. Want wie wil in dit weer buiten omkleden? Dus daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En douchen thuis.